schuiften. Ik heb genoeg aan mijn kop. We helpen je het liefste nog meteen vandaag. Maar stel hem altijd weer precies dezelfde vraag. Wat schuift het vandaag? Of is het liefde weg? Wat schuift het vandaag? Tweedehands auto's. Dat is de toekomst. Dan lopen we straks gierend op binnen, gierend. Vannacht droomde ik dat ik verdronk. Driekwart van alle auto's komt uit Japan, uit Noord-Korea, uit Taiwan, uit Hongkong. Wanneer hebben we voor het laatst een Darfur hoesten? Never, nooit meer. En wat gaat Europa, de NAVO en de EEG doen? Die gaan die Aziatische koekblikken gewoon verbieden. Europa gaat voor hun gewoon potdicht. En wat krijg je dan? Autoschaarste. Ja. Ja. Wat? Een run op occasions. Dat is de toekomst. En nu al. Wie wil er een nieuwe wagen? Alles boven de 50.000 wordt gejat door de Russische maffia, de BMW KGB. Tweedehands, dat is de toekomst. Dus jij droomde dat je verdronk, jij. Dat alles nat om je heen werd. Misschien in je bed geplast, zou dat kunnen? Ik heb een depressie. Ik zeg het nog één keer, bel er dan gewoon op. Ze weet dat ik haar nooit als eerste zou bellen. Hoezo, heb je haar dat verteld, dat je nooit als eerste zou bellen? Nee. Nou, vertel haar dat dan, dat je nooit als eerste zou bellen. Hoe dan? Even bellen. Ach, doe niet zo raar. Het is bij jou altijd van het ene uiterste in het andere, hè? De ene dag kan het allemaal niet op. Loop je te fluiten als een dronken astma-patiënt. Je geeft rondjes, je wil economie gaan studeren. En dan word je gedumpt door die dikke verloofde. En dan wil je in het ijs springen. Ik ben niet gedumpt. Monique en ik waren gewoon nog niet toe aan een een-op-een partnerrelatie. Maar Kees, dat is een vriend van mij. Die heeft een keer samengewoond. En die zei, probeer gewoon eens een proefscheiding. Even een weekje rust. Maar je kent het bolletje vet pas een week. Week op, week af. Wat is dat er op een soort ploegendienst? Ik ga haar niet bellen. Punt uit. En Monique is niet vet. Nee, Monique niet, maar de dijen wel. Het is niet waar. Een sukkepette. Niet waar. Ach man, gisteren nog stond ze daar te house in de fiasco. Eén grote dijn onder kreukelzone. Was ze gisteren in de fiasco? Ja, gezellig stond ze aan te rijden tegen die vriend van jou, Kees. Heel onsmakelijk. Stef, wacht even. Even stofzuigen, billen wassen, tanden poetsen, autootje is weer als nieuw. Even een nieuwe motor, een nieuwe kokerbalken en hij rijdt weer. Er staat 40.000 op die teller. Klopt dat? Hoezo? Nou, ik dacht het als... Even upshutten, Robbie. Het is natuurlijk een barrel. Ja, wat wil jij nou voor 500 piek? Kijk, nou kunnen we praten. Kan het met mijn creditcard of in de cash? Dan mag jij er wel een krantenwijkje bij nemen. Oh, lekker wagentje even goed, hè? Dit? Een beest van een wagen? Ja, daar krijg jij een beetje harde plassen van, hè? Die Jenksen weten het wel. Maar waarom zet je hem niet voor de zaak? Dat trekt klanten. Nee, nee, deze is niet voor de handel. Cadeautje voor mijn nieuwe vriendin. Moet hem alleen nog even netjes inpakken, strikje eromheen. Enfin, jij kent dat wel. Aan de andere kant, mijn vrouw kan hier natuurlijk elke dag zomaar binnenkomen wandelen. En dan, Zeg, Stef. Zeg, Rudy. Zou jij dit dingetje niet ergens een weekje kunnen stallen? Laat het strikje maar zitten dan. Geen punt, Rudy. We hebben net een gros lampenkap uit de garage gegooid, dus plek zat. Lampenkap. En als jij hem weer nodig hebt, dan hoor ik het wel. Heeft die autotelefoon? Nou, dan bel je toch even. Oké, dat is een deal. Ben ik tenminste van een hoop gezeik af. Bedankt, Stef. Graag gedaan, Rudy. Daar zijn vrienden voor. Hé? Ik doe graag iets voor de mensen. Net als jij. Hé? Zeg, Rudy. Zeg, Stef. Mercedes, wat moet die nou helemaal kosten, eigenlijk? Ja.
Volgens mij moeten de remmen worden bijgesteld. Welke remmen? Die kar heeft niet eens remmen. Dit is pure kamikaze. Wat wil jij dan? Voor 200 gulden. Schokblekers zijn helemaal verrot. Ja, nou wel, ja. Hoe is hij verder? Met mij? Met jou? Hoezo? Sorry? Die wagen, hoe is het er verder mee? APK, geen probleem? Nee, APK, nooit problemen mee gehad. En verder... Is hij een beetje duur, lijkt me zo. Ja, maar dat is de vraagprijs, hè? 25.000 op de klok. Moet ik dat geloven? 25.000. Dat is gek. Gisteren stond er nog. 24.900. Ja, we hebben vandaag alweer 3 proefritten gehad. Veel gevraagd, dit modelletje. Is nu al een klassieker. En je weet het, Duitsers geven nooit op. Dan kan je nog 3 keer de klok mee rond. 3 keer de blok mee rond. Kijk, nou eens rustig. Leren bekleding. Leren op het stuur. En ga je gewoon runder leren. Gazelle leren. Vanzelf leer? Gazelle. Van die Afrikaanse herten. Voor dit model hebben ze toen de tijd half Kenia leeggestroopt. Maar je ziet dat het de moeite waard was. Dit wat u hier ziet is de meest vitale oldtimer sinds Frank Sinatra. En dat motortje, dat loopt niet. Nee, dat zinkt. Dat maak ik zelf wel uit. Volgens mij wil jij jezelf iets te graag praten. Excuses, heer. Voorlichting is een hobby van ondergetekende. Slijmbal? Slijmbal? Ik zeg business is business, ik hou het liever zakelijk. Maar please yourself. Gaan wij verder met de diverse standaard accessoires. De buitenspiegels. Buitenspiegel, niet verwarmd, dus extra energie zuigt. Het stuur. Wat de mogelijkheid tot airbag. Magrama. Kortom, wat u hier ziet is een compleet ingerichte klassewagen. Graag of traag. Hoeveel zijn eigenaar? Hoeveelste? Fijn dat u me eraan herinnert. Hij is namelijk van een dominee geweest. Kijk, die gebruikte hem alleen om zondags naar de kerk te gaan. Ach, Jezus, heeft hij nog zijn Bijbel laten liggen. Ja. Een slijmbal die zichzelf te graag hoort praten. Nou, toen hij dat zei, toen kreeg ik net eventjes dat extra shot adrenaline dat ik nodig had. Toen ging erin, hoor. Hij ging erin met boter en suiker. Hoezo, slijmbal? Wie? Alsjeblieft, opa. Huh? Voor jou. Voor mij? Oh, dankjewel, jongen. Op je gezondheid, op jou. Ja, maar niet zo dichtbij, op mijn gezondheid, wat een putlucht. Oh, ja. Waar is ons kunstzinnige weten, de Messias van West? Op zijn kamer, mokken over dat dikke meisje. Ja, vrouwen. Ah, je weet hoe het vroeger met je grootmoeder was. Nee. Nou, we lagen op de eerste huwelijksnacht in bed. En nou ja, je weet wel. Geen idee. Nou ja, wat je gewoonlijk doet als het licht eenmaal uit is. Verstoppertje spelen? Dat andere, dat ken je dat? Nou, fijn, we waren zo halverwege. En wat ze toen zei... 8-19, ik kom. Ze zegt, wat moet ik morgen nou eens koken? Wat moet ik morgen nou eens koken? Ja, op dat moment. Oh, pure passie. En wat zei jij toen? Ja, gewoon. Andijvie en een balletje gehakt. Triomf der liefde. Ach, als je alles gehad hebt. Waar ga jij heen? Het kindercarnaval? Nee, ik zou precies hetzelfde doen wat Monique mij geflikt heeft. Je gaat ook gezellig tongen met Kees? Nee. Ik ga de baan op, de stad in. Doorhalen tot ik omval. Is het vrijgezellenavond in het buurthuis? 20 cocktails in de nachtclub en met de taxi naar huis. Welke nachtclub? Had je niks aan? Mijn nachtclub.
Zo waren met de piramide 3. Wat bedoelde je trouwens met kindercarnaval? Iets mis met mijn kleren? Pietje de Sprinkhaan goes to town. Maar verder alles prima. Moet je er eens niet mee. Is dat het geld van die Mercedes? Die kamikaze doodskist? Hoe durf je? Er is niks mis mee met die wagen. Niks mis? Het olielampje brandt continu. Ding gaat per stuur als je het stuur al 2 keer rond hebt en hij remt niet. Details, kid. Trouwens, dat olielampje heb ik al lang verholpen. Heb jij de olie ververst? Nee, het lampje eruit geschroefd. Ja. Wees jij maar trots op jezelf, jongen. Je hebt er al heel wat op je geweten. Maar die wagen verkopen, dat was actieve snelweg uit de nazi. Ja, ja. Oud wijf. Het geld is immoreel. Tel ze maar, Judas. Tel ze maar, je zilverlingen. Voor mij is het bloedgeld. Ja, jij deugt, moeder Teresa. Ho, ho, ho. De helft is voor mij, hè? Ach, ja hoor, zo zijn ze, die werkeloze kunstluizen. Allemaal tegen Martel en voor de zeehondjes, maar als het om poen gaat, dan zit ze op de eerste rij. Ik zei dat juridisch gesproken de helft van mij was. Ik zei niet dat ik het wou hebben. Oh, dus jij wil deze niet? Nee. Shit, dan moet ik het helemaal in mijn eentje opmaken. Wat een werk. Jij dacht aan 20 cocktails in een nachtclub? Zin om mee te gaan? Ik kan je wel introduceren. Nee, behalve als je heel erg om aanspraak verlegen zit. Ik? Aanspraak zat. Ik ken de halve stad. Ik hoor bij de inkraut. Ja, nou, ik zal je niet voor je voeten lopen, jongen. Nou, weet wat je mist, Stef. Vertel je de rest morgen wel. Gesteld dat ik morgen alweer terug ben, natuurlijk. Nou, ga je mee of niet? Nee. Goed, maar dan ga ik ook. See you. Moet ik nog de groeten aan de dames doen voor jou? Doe maar. Ja of nee, Stef, wat wordt het nou? Ach, ach, met erg toch, hè, met de jeugd van tegenwoordig. Weten zich absoluut niet in hun eentje te vermaken. Nou, let's hit the road, Dumbo. Heb ik alle spoen, autosleutels, move. Hé, we gaan toch niet met de dinky toy van de zaak, hè? Je moet wel een beetje aan je image denken, hoor, jij. Image? Hoezo? In dat debiele busje op het Rembrandtplein? Maar ja, we hebben natuurlijk geen keus. Oh nee, natuurlijk wel. We hebben toch Rudy's cabrio? De cabrio? Dat kan toch niet? Jawel. Jawel? Ja, dat kan wel. Superman, die alles kan. Ga je mee? Ja. Jij zit wel helemaal in de inkraut, hè? Jongen, 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 je zit tot over je oren in de inkraut. Nou, waar zitten ze dan, die inkraut? Ja, het is vrij rustig voor een nachtclub. Ja, ja, misschien heb het met de tijd te maken. Het is 7:30. Ik ga nog eens met je mee. We gaan eens even over een andere boeg. De harde lijn. Ja. Ik heb wel trek in iets lekkers, iets stevigs. Oh, en wat had meneer dan precies in gedachten? Hm? Ik wil wel een Arubaantje. Oh ja, wie wil dat niet? Hm? Pardon? Wat is een Arubaantje, volgens u dan? Meneer, dat is vakjargon voor de Aruba Firecracker. Een cocktail waarmee de Nederlandse jetset zijn gehemelte pleegt te verwennen in de tropenzon van bijvoorbeeld paradijselijk Aruba. Tuurlijk. En u? Hm? Kleintje Pils graag. Ah, klein Pilsen kindje. Geen punt. Hm? Heel lekker, man. Waar zou Monique nou zijn? Ik ben toch je broer? Vertel nou eens. Waarom zijn jullie eigenlijk uit elkaar? Omdat Monique in het geniep uitging met Kees. Ze vond mij niet. Ze vond mij niet normaal. Vertel me nou eens iets wat ik nog niet weet. Terwijl ik dus alleen maar... Ik kijk op uniformen. Dat stimuleert mij. Jij wordt hitsig van postbodes? Nee, vrouwen in uniformen.
stewardessen, verpleegsters en natuurlijk politieagenten. Jij wil eens lekker gepakt worden door zo'n miepie van de parkeerkestapel? Lekker met Monique in de wiel, Clem? Ik wil het rustig aanpakken. Vrouwen houden van subtiel. Dus ik heb van de week bij de dump heb ik een mooi blauw uniform gekocht. En een pet van de bedrijfsbrandweer op Schiphol. En de textielknallen had zwarte lingerie in de aanbieding. Dus ik dacht... Een paar handboeien erbij en een zweep en gas erin gaan. En ik heb gelijk, je bent een pervert. Totaal geen moraal. En een pilse kindje voor meneer. Wow, ja. En de Arubian Firecracker. Dat is dan 30 gulden. Belachelijk. Op Aruba knutselt van de Valk zo'n ding voor 15 piek in elkaar. Oh ja. En de barman laat vragen of u er misschien nog melk en suiker bij wou hebben. Oh ja? Dan zeg maar tegen de barman dat hij het rambam kan krijgen. Nog bedankt, Stef, Stef. Ja. Als ze die nou al gaat vol tanken, dat gaat ons kapitalen kosten. We kunnen ze toch mee naar huis nemen? Ja, goed idee, goed idee. Ik heb nog 24 liter pakken Bulgaarse vermoed in de garage staan. We bergen open in de meterkast en we gaan helemaal los op de drie zitsbank. Oh, die charme jongen, jij lult desnoods maar alleen Dietrich nog je bed in. Ik kom voor jou juichend uit de kist. Ja, de blauwe engel is weer daar. Let's have a party. Yes. Goedenavond, dames. Mag ik bij zitten? Opzuipen en aftaaien. Het is zo leerzaam om de grootmeester aan het werk te zien. Opzuipen en aftaaien, zei ik. Wilden ze dat niet? Dolgraag. Moeten ze zich toch eerst beter gaan scheren? Sorry hoor. Wat? Ik zei sorry hoor. Rot op met je gesorry. Hoe moest ik nou weten wat voor tent dat was? Oh, wat een avond, wat een succes. Eerst kom ik erachter dat mijn broertje seksueel gestoord is. En dan val ik bijna in de behaarde handen van een travestiete bouwvakker. Heb je die kolenschoppen gezien? Ik moet er niet aan denken. Oh, verschrikkelijk. Alles wat ik ben, mijn hele image in één klap down de drain. Je houdt je mond, hè? Tuurlijk, Stef. Hoe zou ik ooit aan iemand durven vertellen dat mijn bloedeigen broer het verschil tussen een man en een vrouw niet ziet? Wat? Ja. Ja. Nou, begin er weer over, hè. Ik heb gezegd over een sluit. Je houdt je kop, hoor. Stef, ik heb beet. Rot toch op, man. Kijk daar, ze zijn vrij. Nou, het zullen wel potjes zijn. Ze hebben toch geen stekels? Waar? Op hun hoofd. Kijk waar ze zitten. Waar? Oh, yes. En aanvallen geblazen. Maar wel samen, hè, deze keer. En niet liegen en niet mij belachelijk maken. En jij niet zeggen dat ik al 38 ben, hè? Deal. Oké. Ik word liever Robert genoemd, maar
24. Ken ik jullie ergens van? Ja hoor, we zijn hier elke week. Jullie niet, hè? Nee, we zijn heel weinig in Amsterdam. Waar komen jullie vandaan? Uit West, van origine. Maar normaal komen wij uit Aruba. Om belastingtechnische redenen. We zijn namelijk professionele golfers. Ja, ik ben zijn manager en hij is de golfer. Ja, nooit van gehoord. Robert de Eagle. Oh. Nee, nooit van gehoord. Hoe heet je van achteren? Aarsman. Zeg me niks. Nee, dat kan kloppen, want we doen alleen de grote toernooien in de States. Niet in Zandvoort en zo. Zandvoort? Nee, joh, we komen net van de golfclassic uit Miami. Nou, dan ben je ook niet erg bruin. Van Miami. Nee. Nee, het was indoor. Oh, een golftoernooi binnen. Ja, want het is daar nou het regenseizoen in Miami, hè? Ja, natte moesson. Ja, nou, als je natte die moesson. Anyway, we zijn nog even in Amsterdam. Omdat Robbie een paar nieuwe golfsticks nodig heeft. En dan moet die orthopedisch helemaal vandoor gemeten worden. Zijn golfclubs waar je mee speelt? Nee, Robbie speelt nooit met de hele club. Hij speelt alleen solo tegen de rest. Ja. En jij speelt toch met een stick golf, toch, Robbie? Sorry? Jij golft toch met een stick? Nee, nee, tijdens het golven blow ik nooit, hoor. Nee. Normale mensen kunnen er alleen maar van dromen. Twee eenzame rechte studenten met een penthouse op de Keizersgracht. Scoren met uitzicht op de beste toren. En dan gaan we de volgende keer alles van A tot Z met meemaken, hoor. Je hebt een nummer toch opgeschreven? Op de sigarendoosie. Klatsen, klatsen. Welke sigarendoos? Die je net gaf. Oh, ik had het raam gooien net. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Jij weet. Ja, ik gooi die sigarendoos weg. Kon je niet uitkijken? Ah, sorry jongen, maar die remmen van die wagen die. Oh. Nee. Weet je wat ik met jou ga doen? Oh, rustig, rustig, rustig. Kom hier! Kom hier! Kom hier!